Vandaag rijden we in de hele nieuwe Volkswagen Fabia. Skoda Fabia, sorry, ik verspreek me. Waarom zeg ik per ongeluk Volkswagen? Waarom? Deze Fabia is dan van de vorige Fabia best wel een behoorlijke sprong vooruit. Technisch waren het natuurlijk al gelijk met de Polo's en de Ibiza's. Maar dan hebben we de nieuwste stand van de bodem. En coupé platform, motoren en zo, alles weer bijgewerkt. Maar wat ook gebeurt, deze Fabia is weer een stuk groter dan de vorige Fabia. Zo groot zelfs, dat hij aardig in golf terrein komt. Dus je bijvoorbeeld wat oudere golf hebt, golfje 4, golfje 5. Dan kom je qua maatvoering aardig in de buurt. Kijk alleen maar voor de grap in de kofferbak. Dan zie je gewoon dat deze auto gewoon behoorlijk gegroeid is. Maar daar komt straks ook meer over. Wat ik ook nog even wil vermelden is de enorme kofferbak. De kofferbak is flink groter geworden ten opzichte van de oude versie. Die is zo'n beetje bijna ongeveer net zo groot als de huidige Golf. En dus dat betekent dat je dit kan kiezen, een Fabia kan kiezen of een Golf. Voor de ruimte hoef je het niet te laten. Als je de achterkant neemt, hier mis je natuurlijk wel iets meer ruimte. Dat heeft ook te maken met de wielbasis. Maar goed, als jij een gezin hebt met kinderen, kon het wel eens interessant zijn met de bijtelling. Want van deze auto is het een stuk goedkoper, dus is de bijtelling ook een behoorlijk stuk lager. Dus je hebt bij zich gezinnen met kleine kinderen, je wil zo goedkoop mogelijk leasen of private lease doen of wat dan ook. Zonder dat je kofferbak klein is, dan zou het een aardig alternatief kunnen zijn. Dat is wel handig. Nou, hij is helemaal bijgewerkt met een prachtig mooi digitaal dashboard. En nou, hier het nieuwe volledig digitale scherm. En die kan je met de knopjes leuk spelen van wat wil je zien in het scherm. Volledige kaart. Dus het verbruik. Dingen. Wat ik apart vind is de streepjes hier en daar is voor de tankmeter en voor de temperatuur. Eerst had ik geen idee waarvoor het was. Maar die streepjes die komen en die gaan, die verdwijnen naarmate hij de tank daalt. Of de temperatuur van de auto stijgt. Eerst had ik het idee van nou, er moeten nog symbooltjes voor gaan komen, maar die kwamen maar niet. En laatst zag ik wel dat er streepjes bij kwamen. Oké. Even wennen, apart. Dit kan je helemaal naar eigen inzicht kan je dit instellen. Je kan er ook verschillende dingen in doen. Zo simpel mogelijk, alleen maar een kilometerteller en een toerteller en een ding eromheen, meer niet. Dan kun je ook de olietemperatuur zien. Nou, hartstikke leuk allemaal. Ik vind het grappig. Dit is een systeem van, hier heb je wel een aantal fysieke knoppen. Je drukt menu, pof, en je zit gelijk in de kachel. En dan kan je ook gelijk van alles nog wat regelen. En de temperaturen, nou goed, de hele stand in mijn kraam. Ik vind het wel grappig, ik heb wel even handmatig staan. Hartstikke leuk allemaal. Nou goed, de radio. Het is nu even zachtjes, anders krijg ik weer gezeur met Flex van YouTube over auteursrechten en dat soort geneuzel. Nou ja, goed, even zien, navigatiesysteem. En hier kan je dan weer terugkomen bij het verbruik en dan kan je... Nou, ik rijd dus vrij zuinig vergeleken met andere mensen, dat is wel grappig. Ik kan nog zo'n ruim 500 kilometer rijden op deze tank. Hartstikke leuk. Eigenlijk is hij heel mooi ingedeeld. Het is echt een behoorlijke stap vooruit met de vorige Octavia. Of Fabia. En je merkt wel dat het vooruit is gegaan. Dit is een soort stofachtig materiaal. Hier ook. Ik weet niet of dat mooi blijft en dat het niet goor wordt. Ik had liever wat anders gehad. Maar dit spul voelt eigenlijk... Het is hard, maar ook niet knetterhard. Dat je denkt van wat is het goedkoop allemaal. Dus ook allemaal leuke accenten en zo. En het is allemaal erg leuk bedacht. Panorama. Raam zit erin. Hartstikke leuk. Je hebt er geen donder aan. Maar sommige mensen vinden het helemaal het einde. Erg leuk. Deze auto is, dit is bijzonder. Deze auto is parallel geïmporteerd. Dus dat betekent een uitvoering die in principe Bon niet levert. Dus dit is de 110 pk met 6 bak in staaluitvoering. Dan is het geen goedkope auto meer. Je betaalt er ongeveer 31.000 voor. Maar aan de andere kant
ga eens even voor de grap deze motor, deze luxe, maar eens halen bij Volkswagen. Ga je echt meer betalen. Als je bij spreken, ik weet niet of de Polo ook met deze met 110 pk en een 6-bak handbak te krijgen is. Maar die zal ongetwijfeld duurder zijn. Ik kan wel even kijken wat het kost. Ik vind het best interessant. Nou, de vorige Fabia verkocht eigenlijk best behoorlijk. Maar is eigenlijk niet zo de kraker geweest die ik eigenlijk had verwacht. En dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Ik bedoel, kijk naar mijn vorige test over de Fabia. Ik vond het een zeer goede auto. Nou, verder is de gebruikelijke dingen, hè. Dus wij spreken cruise control, stuurwielbediening, zit er allemaal op. Kan je in een Octavia rijden, dan ben je in een Fabia ook binnen twee tellen ben je thuis. Het zijn die dingetjes net weer wat verder nieuw zijn gemaakt. Wat ik ook erg grappig vind, dat ik een kaart tussen de tellen heb. Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Handbrek uitrollen voor het zuinig rijden. Nog een kaartje. Skoda doet het dat betreft best lekker. Je zou eigenlijk vergeten tussen al dat elektrisch geweld van de Enyaq en de SUV's, Kodiaq, Terrak, noem ze allemaal maar op, dat er ook nog gewoon huis- en keukenmodellen zijn, de Octavia, de Skoda, Fabia. De Citico is er niet meer. Eigenlijk vind ik dat jammer. Die werden natuurlijk best wel verkocht. En nu is alleen de upper is er dan nog van die drilling. Dat zal wel te maken hebben met Volkswagen bedrijfspolitiek, waar ik geen fluit van begrijp. Wat ik wel erg mooi vind, dat de Skoda, een aantal belangrijke knoppen zijn ook fysieke knoppen. Dus nog even vertellen, de kachel, je wil alleen maar één knop drukken om in te komen. En verder heb je hier gewoon een soort virtuele knoppen. Dat je gewoon heel snel overal heen en weer kan zappen. Dat is toch beter dan ik in andere auto's heb gezien. Waar ik soms 3-4 minuten door moet om iets aan te zetten. Of iets bij te regelen. En de meest elementaire bedieningen, die kan ik gewoon met één knop rechtstreeks benaderen. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Sterker nog, dat hebben ze behoorlijk voor elkaar bij Skoda. Toch wat meer dan bij Seat. Of je moet weer de allernieuwste hebben. Of bepaalde Volkswagens. Want mensen willen toch een duidelijke knop hebben, heb ik gemerkt. En het zal me ook niks verbazen. Sommige knoppen zijn voorgeëtst, zoals dit. Het is gewoon een opdruk op het scherm. Maar je kan natuurlijk ook kwestie op het touchscreen kan je de knoppen maken. Dus met een software update kunnen ze dat als het ware achteraf corrigeren. Als de markt daarom vraagt. Ik heb het idee van, het zou misschien wel een goed idee zijn dat bedrijven wat meer babbelen met hun klanten. En wat minder met de marketingmensen. En zeg maar de fleet owners. Want die hebben gewoon een hele andere insteek. Die kijken alleen maar naar kosten. Die kijken alleen maar naar het deelbaarheid van de onderdelen en productiemogelijkheden. Is allemaal hartstikke leuk, maar de klant wil gewoon een goede auto hebben. En ik denk dat het is wel een moeilijke markt, hè. Dus ik denk ook, wat me eigenlijk wel opvalt van de Fabia's die Pon dan importeert, geen hybride, geen volledige elektrische uitvoering. Dus bij spreken, wil jij elektrisch rijden van Skoda, dan zit je gelijk aan een behoorlijke grote Skoda vast. En ik denk ook een vraag is aan mensen die gewoon genoeg hebben aan een Fabiaatje die gewoon een heel stuk hanteerbaarder is in de stad dan zo'n enorme grote Enyaq. Ja, laat wel wezen, een geweldige auto. Dat heb ik ook een tijdje geleden getest. Briljante auto, dat weet je allemaal wel. Maar het is wel een flinke knaap van een auto. Vrij zwaar ook. Ja, het is gewoon veel lichter en waarschijnlijk ook goedkoper. Omdat de rest natuurlijk ook gewoon, goedkoper is te fabriceren. Dus ik snap het eigenlijk niet zo goed. Misschien dat ze nog komen hoor, want kijk, wat ik wel begrepen heb, in Nederland, door de overheidsbeleid heb je een wat verstoorde markt. Dat je alleen de meest op papier ecologische auto's worden gevoerd. En soms best wel interessante uitvoeringen worden gewoon niet gevoerd. Sportmodellen sneuvelen eraan, dat is her en der. Dat vind ik ook jammer.
En zou ik wel verwachten dat hier bij Slikker wel de 1,5 van 150 pk erin komt, altijd met hybride ondersteuning. Dan heb je gewoon een raket van een auto. Maar toch dat hij, ja. En dat kan gewoon, hè. Daar heb ik niet gezien wat ze in Tsjechië of in Duitsland voeren aan modellen. Maar wel dat ze modellen hebben die Pon niet voert. Wat ik wel heel leuk vind is dat de auto is heel erg compleet uitgerust. Hier in de spiegelhuizen, links en rechts, op het moment als jij ingehaald wordt, gaat daar een oranje lamp gaat daar branden. En hij corrigeert een heel klein beetje als jij niet binnen de lijntjes blijft. En op het moment dat jij geen knipperlicht gebruikt, wel een beetje opvalt is van deze rij, we hebben al een aardig stuk gereden met deze auto inmiddels. Wat wel opgevallen is dat deze auto hij rijdt goed. Hè, die 110 pk. Het is een heerlijke vlotte auto. Echt gewoon, je komt niks tekort. In principe heb je geen behoefte aan een grotere motor. In principe. Maar deze auto is wat lichter natuurlijk dan een Octavia. Wat ik wel merk is, ik hoor meer de wielen. Nou zit hier wel van die fijne Continental banden onder, van die sportbanden, 17 inch. Ik heb zelf wel het idee van, nou, als je gewoon de wat meer bescheidere wielen neemt en je gaat gewoon A-merkbanden monteren, een Michelin Premium of zo, ja, dan denk ik wel dat er nog wel wat te winnen valt qua geluid. Ik vind de afrolgeluiden van deze auto, die hoor je wel nadrukkelijk. Niet omdat het een lawaaibak is. Maar dat heeft ook te maken, je hoort de motor gewoon echt niet. Je moet kijken op je toerenteller, want je hoort hem nauwelijks. Je voelt hem ook niet trillen, ondanks dat het een 3-cilinder is. 1000 cc, 3-cilindertje. Nou, je merkt het echt niet. Ik had wel gedacht van, nou ja, omdat het een auto in een lagere klasse is dan Octavia, dan zou je er wat meer van meekrijgen. Nou, niet dus. Je merkt echt niet het verschil dat je met een 3-cilindertje rijdt van 1000 cc. Zoals iedere Daihatsu Kuyore. Met dat verschil dat er gewoon een joekel van de turbo en een intercooler op zit. En een aantal andere zaken die je op die Datsun ook niet vindt, om het 3-cilinders concept te maskeren. Dan weet ik uit mijn hoofd niet of hier balansassen in zitten, denk ik niet. Want die geven natuurlijk best wel wat rolweerstand in de motor en maken de motor zwaarder en duurder. Maar het kan best wezen dat ze ook dat systeem gebruiken met twee ongelijke gewichten, eentje op de krukkerspoelie vooraan en eentje op het vliegwiel achteraan, en die als het ware elkaar opheffen. Dat werkt bijna net zo goed en het is erg simpel uit te voeren. Ik ben erg positief voor deze auto. De stoelen zijn goed, voelen goed aan. Ja, eigenlijk alsof ik altijd op deze auto rijd. Ik voel me echt heel snel thuis in deze auto. Terwijl ik in deze auto bij spreken vandaag voor het eerst pas plaatsgenomen heb en een tiental kilometer gereden heb. Je merkt het wel. Deze auto heeft ook een klein leerpakket. Dus dat betekent met leerpakket stuur en de pophoes en de versnellingsbak van de handrem. Daar zit geen leer op, maar deze moest wel. Dat maakt wel de auto dat hij wat meer premium aanvoelt. We hebben Skoda een lekker nuchter merk. Doe maar normaal, doe je gek genoeg. Daarom rijdt er best wel veel van rond. Je voelt wel, deze auto voelt best wel solide aan. Hè? Dus wat je ook doet, het buigt niet, het knaagt niet. Wat je ook vastpakt. Kijk, dit is natuurlijk geen Volkswagen Passat of aan de Audi. Maar dus de prijs er ook naar. Deze Fabia kan heel goed naast de Ibiza en de Polo staan. Dat is me wel opgevallen. Eens wat ik wel opvalt is de spiegel rechts. Ik dacht dat ze ermee gestopt waren bij Volkswagen. Om de rechterzijspiegel kleiner te maken dan de linkerspiegel. Maar deze spiegel had eigenlijk iets groter moeten zijn. Links ook trouwens. Maar goed, ik denk wel dat dat went.
apart. Mocht je vergeten dat je in de Fabia staat, dat kan je hier dus lezen. Wat me trouwens wel opvalt is, ik heb het idee dat de box met de pedalen verder naar binnen toe staat. Als ik voor mij een comfortabele stoelpositie neerzet, mijn armen net niet gestrekt, met een klein knikje hier, hè, zoals ik het ooit geleerd heb bij de rijschool. De afstand tot de stuur. Dan moet ik als het ware wat iets meer met mijn benen opgetrokken zitten. Rijd de cruise control, nou, dan kan je voeten gewoon onder of naast zitten. Dan heb je geen last van, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld niet op de cruise control rijdt, maar gewoon zelf constant gas geeft, dan merk je dat je als het ware wat nadrukkelijker het ding binnen naar binnen staat. Dat is me opgevallen. Ik had het idee dat in de vorige Fabia dat gevoel wat minder was. Maar als ik nog een tijdje gelijk daarin heb gereden natuurlijk. Maar het is wel iets waar je mee kan leven. Die trekt lekker door. Het vermogen zit er wel mooi in, mensen. Geen gaten in het vermogen. Van laag toerentallen begint hij al aardig eraan te trekken. Dat doet hij gewoon heel, heel goed. Goed, de conclusie van deze auto. Deze Fabia is een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van de vorige. Niet omdat de vorige slecht zou zijn, maar gewoon dat ze gewoon een flink verbeterd hebben. Ik bedoel, deze auto is eigenlijk een hele slimme auto. Ik vind hem eigenlijk, ten opzichte van de Ibiza en de Polo, vind ik de slimste auto qua prijs, configuratie en mogelijkheden. En je hebt een aanzienlijke grote kofferbak. Ik hoorde dat de station wagon versie niet doorgaat. Dat is echt jammer. Want ik heb zelf twee Fabia's gehad, station wagon. En voor een gezin met kinderen is dat gewoon ideaal. Alles kan erin, achterin de kofferbak. En je hebt genoeg ruimte voor kinderen. En als je niet verder even achter hebt gezet, kan je er ook nog een volwassen meenemen. Wel best. Deze auto is zoveel groter dan de Fabia's die ik had. Dus alleen maar beter geworden. En wat ik gewoon mooi vind, deze kofferbak is bijna zo groot als die van de Golf. Nou, dat betekent een van de grootste kofferbakken is uit de B-klasse. Dat vind ik gewoon heel erg goed van Skoda. Moet ik wel zeggen, het prijsverschil is wel kleiner geworden. Vroeger was echt een Skoda significant goedkoper dan een Seat of een Volkswagen. Dat verschil is nu echt kleiner geworden. Maar ik moet wel zeggen, vaak kan je vaak toch iets meer vermogen krijgen, iets meer uitrusting voor hetzelfde of maar iets minder geld. Vroeger was het wat meer, nu wat minder. Maar in principe zat de balans wel nog steeds door naar Skoda. Nadeel is natuurlijk wel dat de allernieuwste techniek en de allermeest bijzondere uitvoeringen, zoals een GTI-uitvoering en hybrids en dat soort dingen, ja, die vind je meer bij de andere modellen en niet bij Skoda. Dat vind ik jammer. Want ja, ik denk toch wel dat we richting de hybrid gaan, omdat volledig elektrische auto's, dat blijft tot de dag vandaag gewoon een vrij dure geschiedenis. Ik bedoel, als jij een Octavia koopt, een leuke uitvoering met leuke spulletjes, en je bent voor 70.000, 80.000 euro klaar, ja, dan is een 45.000 tot 50.000, ja, dat is gewoon verschrikkelijk veel geld. Laat me wel zijn. Dan moet ik ook wel zeggen van, goh, de huidige Octavia is ook best wel aan de prijs, hoor. Als ik vergelijk met het model wat ik zelf heb gekocht uiteindelijk, met een van mijn vorige testen, is de nieuwe Octavia, de Octavia 4, best wel een stuk duurder geworden. Deze Fabia is ook duurder geworden natuurlijk, maar je krijgt er wel meer voor terug. Je krijgt meer auto, meer mogelijkheden, een luxe dashboard, echt een volwaardig navigatiesysteem, mooi ingebouwd. Ik weet niet op welk model het al standaard is. Dit is de dure stijluitvoering. Het is gewoon een vrij dure uitvoering. Maar ze zullen vast wel met een soort ambient uitvoering komen of zo, met business voor de leasemarkt. Dat betekent dat je al zaken als airco, cruise control en een vorm van navigatie, misschien een kleine scherm, misschien wel kan krijgen voor een wat lager bedrag.
maar het is er allemaal wel. Het kan ook wel zijn dat dit een van de laatste Fabia's is van Skoda, die volledig als machine wordt uitgevoerd en dat volgende generatie of verderop ja, dat allemaal elektrisch is geworden. Dat is wel de kant daar waar we op gaan. Ik denk dat het een goede auto is. Hij rijdt goed, hij rijdt lekker. Ik denk dat de banden nog wat te winnen valt met stillere banden in een normalere maat. Is ook wat comfortabeler. Dus houd het geld lekker in je zak. Die 17 inch wielen. Ja, leuk, maar je hebt er geen fluit aan, behalve nadeel. Tenminste bij het gebruiksel. Deze auto is ook vrij soepel afgeveerd. En Seat Ibiza is een stuk harder afgeveerd. Aan de andere kant, hij is ook verschrikkelijk comfortabel. Dus als je op een slechte wegen rijdt, je voelt gewoon niet dat je eruit, dat je echt een gebonk of zo, dat heb je niet zo echt. En qua sturen, als je gewoon met de stroom van het verkeer mee rijdt, heb je echt niet het idee dat je met een Renault 4 of een lelijke eender bent, die van één oor naar het andere oor toe slingert door een scherpe bocht. Hij voelt wel vrij strak. Helaas, omdat ik niet harder mag als 100, was ik graag door de kombocht heen gegaan met 120, 130. Om te laten zien hoe strak hij stuurt. Dat kan nu gewoon even niet. Maar ik voel aan het onderstel dat dit echt wel kan. Bedankt voor het kijken voor deze test. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.